Martijn, jongen. Vandaag wordt er afscheid van je genomen bij Cambuur. Ik wil je bij deze feliciteren met je prachtige carrière. Het is echt iets om trots op te zijn. 300 wedstrijden volgens mij bijna voor de club. Heel veel goals. Ja, dit is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Ik wil je succes wensen met je carrière bij Sneek. Niet te veel, want we spelen tegen elkaar. Ik als trainer en jij als speler. Dus dan moet je een beetje inhouden. En bij het verder verloop van je maatschappelijke carrière, jongen. Heel veel succes. Hey Martijn. Helaas kon ik er vanavond niet bij zijn. Gelukkig weet jij de reden waarom. Maar ik wilde je toch op deze mooie avond nog even zeggen dat ik 3 hele mooie jaren met jou heb gehad bij Cambuur. Waarin je binnen, maar ook zeker buiten het veld, echt een prettig persoon was om mee te werken. Je bent denk ik een voorbeeld voor velen. Altijd hard werken, altijd inzetten voor de ploeg. En ik denk dat Cambuur ook een hele mooie tijd aan jou beleefd heeft. En ja, ik wil je heel veel succes gaan wensen met alle vervolgstappen die je ook gaat nemen. Gelukkig zien we elkaar ook nog regelmatig buiten het veld. Dus ik hoop je snel weer te zien en ik hoop dat je heel erg genoten hebt van deze mooie avond. Big Bardo, all the best mate. I hope you have a great retirement and you know, you're an absolute legend. Especially to all the Cambuur fans, and you know, you were a massive help to me when I was over there, and I can't thank you enough for everything you've done for me, and I wish you all the best in your retirement. I'm sure the fans will miss you along with all your fellow players. All the best, mate. I'll catch up with you soon. See you later. Dag Martijn, of eigenlijk Barto zoals ik je altijd noemde. Ik heb 1 seizoen met je samengespeeld en het was eigenlijk altijd genieten. Ik wil je bedanken. Dit is ook een beetje jouw avond. Er staan me altijd een paar dingen bij. Je fantastische doelpunten die je voor ons gemaakt hebt. In de Kuip, in de Arena. En ik wil je veel succes wensen met je verdere carrière. Met voetbal en met alles wat je gaat doen. Dank je wel. Barto jongen, ik wil je bedanken voor alle jaren waarin we samen bij Cambuur hebben gespeeld. De promotie naar de Eredivisie en je doelpunten tegen Ajax in de beker zijn dingen die ik niet snel ga vergeten. Heel veel succes bij ONS en vooral ook met alle andere dingen die je gaat doen. Het gaat je goed. Hoi Barto, ik kan er vanavond helaas niet bij zijn, dus daarom even op deze manier. Nou, we kennen elkaar al sinds het seizoen 2007-2008, toen wij tegen elkaar speelden in de eerste klasse. Jij bent Harkemase Boys en ik ben Drachtse Boys. En we werden toen eigenlijk met Drachtse Boys keer op keer van het kastje naar de muur getikt door jou en Oebele Schokken. Jullie konden elkaar geweldig vinden. En het was eigenlijk ook toen al duidelijk dat jij vroeg of laat weer zou terugkeren in betaalde voetbal. Dat gebeurde uiteindelijk in 2011 bij Cambuur, toen ik zelf ook naar Cambuur ging. En volgens mij heb je daarna 7 fantastische jaren bij de club beleefd met heel wat belangrijke doelpunten. Ajax thuis was denk ik een hoogtepunt met 2 doelpunten in de KNVB-beker. Maar ook Vitesse thuis met 4-3 vlak voor tijd en een geweldige ontlading bij het publiek. Maar misschien nog wel meer dan al jouw doelpunten voor Cambuur kun je denk ik heel trots zijn op jouw mentaliteit in al die jaren. Je hebt tegen heel wat spitsen geconcurreerd en je bent af en toe ook wel op de bank beland. Maar je hebt je eigenlijk altijd weer teruggeknokt in de basis en ik denk dat je daar ontzettend trots op mag zijn. Martijn, 3 keer de A's, A'sje bij en gewoon weer die kraken, 20 op en jij krijgt het. Je zit er ook nog achter trouwens en jij krijgt het weer voor elkaar. Hey, ik wil vanaf hier je het allerbeste wensen naar je carrière. Ik heb echt zwaar respect wat je allemaal hebt behaald in het voetbal. Je hebt niet voor niks zoveel wedstrijden mogen spelen. Ik heb je leren kennen als een jongen die altijd alles gaf. En ook in moeilijke tijden altijd keihard bleef werken. En dat zie je als voetballer, maar zeker ook als mens. En dat is ook wel iets wat je verder gaat brengen na je carrière. Om jou hoef ik me daar denk ik geen zorgen om te maken. Ik wil jou en je gezin het allerbeste wensen. En groetjes daar in Leeuwarden. Bye bye. Hallo Martijn. Het verbaast me dat jij nu gaat stoppen met voetbal. Wij weten allemaal dat jij spits bent, of was. Maar jij was altijd bereid om die team te gaan helpen. Ook als hij moest als middenvelder of op andere positie gaan vervullen. Dat deed jij met veel te wijden. En door jouw mentaal kracht en vooral team spirit konden wij altijd op jou rekenen. Ik ben blij dat ik met jou gespeeld heb. Bedankt Martijn voor alles. En ik wens jou veel succes voor de toekomst. Jullie zijn mee met de Barto Express. Betekent dat jullie ook groot fan van hem zijn? En van Cambuur, hè? Maar Barto is natuurlijk een belangrijke speler geweest de afgelopen jaren. Altijd werken en scoren. Superspeler. Echte Cambuurman.